Hoe moet je droog trainen en hoe krijg je een sixpack? Dat zijn veelgestelde vragen en in deze video geef ik jou het antwoord. Ik heb zelf al 3 keer droog getraind en ik heb verschillende mensen geholpen om resultaat te halen tijdens het droog trainen. In deze video ga ik jou het systeem laten zien waarmee ik heel mooi resultaat heb kunnen behalen en waarmee ik zeker weet dat jij dat ook gaat doen. Het is een makkelijk te volgen stappenplan van 3 stappen en als je deze stappen volgt weet ik zeker dat het gaat lukken. Laten we nu snel beginnen met de video. De eerste stap is het zo goed mogelijk in beeld brengen van jouw beginsituatie. En daarmee bedoel ik jouw gewoontes, jouw levensstijl, hoeveel jij op een dag verbrandt met sporten en andere activiteiten, hoeveel calorieën jij binnenkrijgt en hoe jouw lichaam hierop reageert. Deze stap duurt ongeveer 2 weken om uit te voeren. Dus als jij een bepaalde datum hebt waarop jij graag wilt gaan beginnen met droog trainen, raad ik het je aan om al 2 weken van tevoren met deze stap te beginnen, zodat je meteen vanaf de start kan gaan knallen. Het zit namelijk zo. Het doel is dus om echt bewust te worden van jouw eetgewoontes en hoeveel calorieën je binnenkrijgt. En je kan pas zien hoe jouw lichaam hierop reageert als je dit voor een wat langere periode doet. Half maart begin ik met droog trainen. En nu het moment dat deze video online komt is het begin maart. Dus ik begin eigenlijk nu al met deze stap. En ja, de opdracht is om jouw voeding in te gaan vullen in een app, bijvoorbeeld in MyFitnessPal, en te kijken over de komende 2 weken hoeveel jij gemiddeld eet op een dag. En hierbij moet je niet ineens hele andere dingen gaan eten. Het is echt de bedoeling dat je zoveel mogelijk eet wat je nu al op een normale dag eet. Want dan krijg je een eerlijk beeld van jezelf en hoe eerlijker dat beeld is, hoe beter. Dus voor 2 weken lang ga je eten bijhouden in een app of op een andere manier. Dat kan ook zijn door naar de verpakking te kijken en daar je calorieën bij elkaar op te tellen. En wat je nog meer gaat doen is dat je bewust bent elke dag van wat je doet, hoeveel jij in een week sport, dat je dat ook gaat bijhouden, hoeveel keer train je, wat doe je nog andere dingen waar je veel beweegt, bijvoorbeeld met fietsen of zo. En vervolgens, wat ook heel belangrijk is dat je kijkt hoe jouw lichaam hierop reageert. Dus voordat je hiermee begint, voor deze 2 weken, ga je jezelf minimaal 2 keer wegen. En dit doe je in de ochtend, meteen na het opstaan, zonder dat je wat hebt gegeten. Dan neem je het gemiddelde van deze 2 wegingen, of 3 of meerdere, als er meer zijn is het alleen maar beter. Na deze 2 weken doe je dat weer en die wegingen ga je dan vergelijken met elkaar. En dan ga je kijken hoeveel je bent aangekomen of bent afgevallen of dat je op gewicht bent gebleven. Als je nou voor deze 2 weken gemiddeld 2500 hebt gegeten en je bent niks aangekomen of niks afgevallen, dan is dit jouw TDEE. Jij komt per week 500 gram aan, dat is dus 500. Dan zit je 500 calorieën per dag gemiddeld boven je TDEE. Als jij 3000 calorieën op een dag eet en daarmee kom je 500 gram per week aan, dan is jouw TDEE in theorie 2500 calorieën. Ik snap dat dit misschien best wel lastig is, dus check ook even snel de link in de beschrijving naar een makkelijke calorieberekenaar en die rekent dan voor jou uit wat jouw TDEE ongeveer is. Oké, dan is het nu 2 weken later en jij hebt stap 1 voltooid. Dan gaan we nu door naar stap 2. En dat is het echte beginnen met het calorieën verlagen. Jij hebt net jouw TDEE ontdekt, hoeveel calorieën op een dag verbrand. En nu gaan we het aantal calorieën verlagen, want jij wilt natuurlijk af gaan vallen. En om dat te doen moet je je calorieën verlagen. Dus wat we willen is ongeveer een halve kilo, om en bij een halve kilo per week afvallen. Het mag iets minder zijn als je wat rustiger aan wil afvallen. Mag iets meer zijn als je iets sneller wilt afvallen. Maar als range zou ik toch wel aanhouden tussen de 0,3 en de 0,8 kilo per week. Want als je te snel afvalt, dan ga je ook spiermassa verliezen. En dat willen we tijdens het droogtrainen juist voorkomen. Je wilt zoveel mogelijk vet verliezen, maar daarbij zoveel mogelijk spiermassa behouden. Dus hou tussen de 0,3 en de 0,8 kilo in je hoofd. Dat wil je per week afvallen, dat is je doel. En je mag zelf invullen hoeveel dat precies is. Aan de hand van dit doel gaan we een calorie doel opstellen. En dat is dus, zoals je hebt gezien, aan de hand van je TDEE. Als jij hebt uitgevonden dat jouw TDEE 2500 calorieën is en we willen 500 gram per week afvallen, dan gaan we dus ons doel instellen op 2000 calorieën. 2500 min 2000 calorieën. Dit gaan we zo nauwkeurig mogelijk bijhouden. Dat we echt weten wat we binnenkrijgen en dat we in de buurt zitten van die 2500. En dat kan je dus doen, zoals ik al net zei,
Door een app te gebruiken, bijvoorbeeld MyFitnessPal, of door het op te gaan schrijven, de labels te gaan scannen van wat je eet. En wat hierbij ook nog belangrijk is om te zeggen, is dat het niet elke dag precies 2500 calorieën hoeft te zijn. Want als jij dan een keertje erboven zit, dan word je misschien wel gedemotiveerd. Waardoor je misschien uit frustratie nog meer gaat eten. Of het helemaal opgeeft. Dan willen we voorkomen. Dus wat ik belangrijker vind is dat je een calorie range aanhoudt. Dit is dus een bandbreedte van een paar honderd calorieën. Waartussen jij elke dag probeert te eten. En als jouw doel gemiddeld 2500 calorieën is. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen dat je een bandbreedte hebt van 2400 tot 2600 calorieën. En zolang jij daartussen zit met je calorieinname, dan zit je goed. Wat dit als voordelen heeft, is dat je hebt meer speling. Je kan flexibeler zijn. Als jij een keer een dag in het weekend hebt dat je uitgaat, dat je een paar biertjes gaat drinken, dan kan je op die dag dus meer gaan eten. Dan kan je wat hoger in je range zitten. En als jij een keer door de week denkt van, oh, vandaag heb ik niet zoveel voeding nodig, vandaag ga ik gewoon even streng zijn voor mezelf, dan kan je wat lager in die range zitten, bijvoorbeeld op 2400. Zodat je uiteindelijk je gemiddelde in de buurt van die 2500 komt. Oké, dit is dus je beginsituatie vanaf het moment dat je gaat beginnen met droogtrainen. En dit gaan we voor een periode van minimaal 2 weken volhouden. Deze calorie range probeer je zoveel mogelijk te volgen. En je hebt jezelf al gewogen op het begin van het droogtrainen. Dat is het einde van die stap 1. En dit ga je over 2 weken weer doen. Dan ga je jezelf ook minimaal weer 2 keer wegen. En na 2 weken dan kunnen we een conclusie trekken of dit caloriedoel goed voor jou is. Dan gaan we kijken hoeveel gram zijn we per week afgevallen. En komt dit in de buurt van wat ik als doel had voorgesteld. Als dat het geval is, dan kan je hiermee door blijven gaan. Dan zit je in de buurt en dan ben je goed op weg. En als het nou zo is dat je bijvoorbeeld minder bent afgevallen dan dat je graag had gewild. Dan gaan we kleine aanpassingen doen. Dan gaan we ons caloriedoel naar beneden bijstellen. Dus dan gaan we zorgen dat we iets minder calorieën binnenkrijgen. En als je er snel bent afgevallen, dan kan je je caloriedoel een beetje naar boven bijstellen. Zodat je niet nog sneller blijft afvallen. En dit kan op de lange termijn ook erg gunstig zijn. Want op een gegeven moment wordt het steeds moeilijker om af te vallen. En als jij aan het begin nog vrij hoog zit in je calorieën, heb je meer speling om uiteindelijk nog naar beneden te kunnen gaan. Dus we willen wel voorkomen dat we aan het begin al te snel naar beneden gaan. Dus daarom is het belangrijk om jezelf te blijven wegen. En om goed te kijken hoe jouw lichaam erop reageert. En dan gaan we nu door naar stap 3. En ik ben toch even uit het zonnetje gaan zitten, want hij scheen best vervelend in mijn ogen. Stap 3, en dat is de lange termijn. En dit is een periode van kleine aanpassingen en het blijven bijstellen van je caloriedoel. Deze stap begint op het moment dat jij voor jezelf de juiste caloriehoeveelheid hebt gevonden waarop jij ongeveer afvalt, hoeveel jij graag af wilt vallen. Maar helaas is het niet zo dat jij op een bepaalde hoeveelheid calorieën altijd maar kan blijven afvallen. Ons lichaam die verandert. Ons lichaam die past zijn stofwisseling aan. Dat heet metabolic adaptation. Dat is eigenlijk om jezelf te beschermen. Hier een plaatje hoe dat eruit ziet. Na verloop van tijd zul jij in rust steeds minder calorieën gaan verbranden. En ja, om hiermee om te gaan moeten wij dus weten hoeveel we per week afvallen. En hoeveel calorieën we binnenkrijgen. We blijven onszelf dus 2 keer per week minimaal wegen. Om progressie bij te houden. Daarnaast is het ook belangrijk om foto's te maken. Maak regelmatig foto's van jezelf. Ik doe het ongeveer 1 keer in de 2 weken. Want soms verandert er op de weegschaal niks. Maar veranderen we alsnog wel op de foto. En bij vrouwen schommelt het gewicht heel erg per maand, heb ik wel eens gehoord. Dan kan je het ene moment weer veel zwaarder zijn. Dus daarom is het ook belangrijk om een andere manier van progressie bijhouden te hebben. En dat kan zijn door middel van foto's. Het kan zijn door omtrekopmetingen. Dus als dat voor jou werkt, kan je ook je omtrek van je buik en van je armen op gaan meten. En het doel hiervan is dus om te kijken, op een moment te ontdekken waarop jij vast begint te lopen. Waarop jij niet meer progressie gaat zien. En op dat moment gaan we ons caloriedoel weer naar beneden aanpassen. Dat gaan we doen in kleine stapjes van 50 tot 150 calorieën. We willen niet te snel naar beneden gaan, omdat het dan op de lange termijn lastig vol te houden is. Maar we willen wel progressie blijven maken. Dus als het moet, dan gaan we wel ons caloriedoel ook naar beneden bijstellen. Vorig jaar ben ik bijvoorbeeld begonnen op 2800 calorieën. Daar viel ik mee af. Alleen ik ben geëindigd op 2400, omdat
ja, je moet gewoon uiteindelijk ga je minder verbranden, dus dan moet je toch wat minder gaan eten. Wat erg belangrijk is aan deze fase, is dat je volhoudt, dat je echt doorzet. Ja, ik durf te wedden dat er momenten gaan komen dat jij op wilt geven. Dat je denkt van, oh, ik zie geen progressie meer of het werkt allemaal niet. En ja, dat is het lastige van het lichaam, want het vet gaat als eerste weg op plekken waar we het niet zien. Dus bijvoorbeeld op de armen, op de benen. En pas meestal op het laatste, op de plekken waar we dat graag willen, dus op je buik. Maar het is dus super belangrijk om vol te houden en op dat punt te komen dat je het ook op je buik gaat verbranden. Want dat is echt een mooi moment en dan ga je echt progressie zien. Dus ik wil echt dat je dit serieus neemt, dat je door blijft gaan. En dat je jezelf ook herinnert waarom je dit doet. Dat wat is voor jou de grootste reden dat je dit doet. Het is altijd belangrijk om je er doorheen te helpen als het moeilijk wordt. En verder kan je op een gegeven moment ook steeds iets meer cardio gaan doen. Zodat je verbranding ook omhoog gaat. Dat vind ik zelf altijd fijn. Dat ik op een gegeven moment op zaterdag ga ik altijd uit. Dus dan ga ik 's ochtends hardlopen. Zodat ik meer calorieën verbrand. En dat ik meer ruimte op een dag heb om ook meer te mogen eten. Dus die veranderingen moet je gaan toepassen over de verloop van de tijd. En zorgen dat je gewoon constant progressie blijft maken en dat je af blijft vallen. Maar dit is nog ver weg en jij kijkt waarschijnlijk deze video omdat je binnenkort wil gaan beginnen. Dus daar ga ik later nog dieper op in. Ik ga binnenkort dus zelf ook al beginnen met droog trainen zoals ik aangaf. En gedurende dit proces zal ik meerdere video's maken, dus daar zal ik alles nog dieper in bespreken. Maar dit was dan het stappenplan. Ik hoop dat je een goed overzicht hebt gekregen van wat je moet doen. Ik zal nog even een samenvatting geven van de stappen die ik zojuist heb besproken. Allereerst, de eerste stap is dat jij jouw beginsituatie zo goed mogelijk in beeld gaat krijgen. Dat je jezelf goed gaat leren kennen. Echt het uiteindelijke doel hiervan is dat jij je TDEE berekent. Dat jij weet hoeveel jouw total daily energy expenditure op een dag is. En stap 2 is dan ook gelijk beginnen met het calorieën verlagen. Dat jij afhankelijk van jouw doel ga jij jouw calorie inname per dag bijhouden en je gaat een caloriedoel instellen voor jezelf, een range van het aantal calorieën die ongeveer in de buurt zitten van jouw doel. En dan ga je proberen elke dag in die range te komen. En dit doel is dus afhankelijk van hoe snel jij wilt afvallen. Wat ook heel belangrijk is, is dat jij je progressie bijhoudt en dat je echt kijkt bijvoorbeeld op de weegschaal of naar foto's hoe het gaat en hoe jouw lichaam reageert op deze aantal calorieën die je binnenkrijgt. En dat je gaat zien van, hey, is dit wel het goede aantal calorieën of moet ik het toch aan gaan passen. En daarmee komen we op stap 3 en dat is de periode van kleine aanpassingen en ja, gewoon van door blijven gaan. Want als jij gaat merken dat je op een gegeven moment niet meer af gaat vallen, want je lichaam gaat steeds minder verbranden na verloop van tijd, dus dan ga je op een gegeven moment moeten aanpassen. En wat ook heel belangrijk is, is dat je gewoon volhoudt, want het vet gaat eerst op plekken weg waar je het niet ziet en pas het laatst op plekken waar je het wel ziet, zoals op je buik. Dus het is echt een kwestie van volhouden en dan weet ik zeker dat jij resultaat gaat zien. Nou, dit waren de 3 stappen voor het droogtrainen van 2022. Als jij tot hier bent gekomen in de video, dan wil ik jou feliciteren, want dan ben je echt heel serieus. Dan wil je het serieus aan gaan pakken dit jaar. En mocht je nou denken, ik wil echt serieus ervoor gaan en ik kan Nathan zijn hulp wel gebruiken, want hij heeft al 3 jaar zelf drooggetraind, dan moet je mij even een DM sturen op Instagram naar nathan.gootjes, staat hierboven in beeld. En dan plannen we een gratis gesprek in. Om erachter te komen of ik jou echt kan helpen en of wij een goede match zijn voor elkaar. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, stuur me meteen een DM, want vol is vol. Ik heb maar een beperkt aantal plekken. En dan gaan we deze zomer knallen en dan weet ik zeker dat jij met die sixpack op het strand gaat flaneren. Nou, dat was de video. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En als je dit nou een leuke video vond, geef hem dan even een like. Daar help je mij enorm mee. En als je nieuw bent op mijn kanaal, ik ben Nathan, ik ben 21 jaar en ik maak video's over fitness en voeding. Dus vergeet zeker niet te abonneren, zodat je geen enkele video meer mist. En ik wil jou nu bedanken voor het kijken en ik zie jou weer bij de volgende video.